Hey iedereen, leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik proberen eruit gestuurd te worden bij een supermarkt. We gaan bijvoorbeeld doen alsof we bij de Appie werken en nog veel meer andere random shit in supermarkten. En wanneer heb je een sollicitatiegesprek hier gehad? Een paar dagen geleden was het. Let's roll de intro. Dit is mijn eerste celebration packje ooit. Het kostte me 7 euro, dat is echt tante duur. Een kutpack. Wil je maar Pokémon kaart kopen? Ik ga zetten al de wekkers in de Mediamarkt en kijken of ze dat bij de Mediamarkt heel leuk gaan vinden. Noem mij een astronaut, want ik wil hoog vandaag. Maar de subsidie gaat te traag. Echt veel te traag. Maar dat maakt me niks, want ik ben een astronaut en ik vlieg hoger dan. Dadelijk gaan een hele hoop van deze telefoons gaan in één keer af. En ik ga hier in het midden en een kat aftellen. Of nee, toch niet? Ik was hier aan het doen. Maar als jullie mensen willen, ze ook het afnemen. Ah, oké. Okay. Iedereen, bedankt. Bij de Mediamarkt ging niet zo supergoed. Bij de Mediamarkt ging niet supergoed. We staan in de rij voor een Rolex halen. Hallo meneer, hoeveel mag het kosten dit? Ja, ligt gewoon lekker voor de kids dat een beetje kunnen kleuren. Het is niet voor mij. Nee. Nou, dat vind ik jammer. Ik had die graag tussen willen zitten. And we're going to buy some food. En die hem niet onder voeten raken deze dag. Wat willen wij kopen? We gaan naar de nieuwe smaak van de Focus Drink. Gaan we proeven. Zou ik ook mogen vragen? Weet je waar de Focus Drink ligt? Waar ligt de Focus Drink? Weet u dat? Oké. Okay. Hier ligt die. Foco was koud, ranzig. Hoezo krijgen we nog geen problemen vandaag? Maar we hebben echt alles gedaan, want... Het wordt verboden. En wat we nu gaan doen is, we gaan kijken of ik kan vakken vullen bij de Appie. Ik heb mijn mooiste vakken vullen. Ik wil eigenlijk altijd die vakken vul live meemaken, weet je wel. Dus laten we dat nu gaan doen. Oké, onopvallend. Als ik dit doe, als ik duim opsteek, moet je meteen camera weg. Niet zo verduidelijk, gast. We waren al 10 minuten in de Appie en niemand had ons aangesproken. We moesten met harde geschut komen om eruit gestuurd te worden. We besloten eerst om random mensen te vragen of ze wat nodig hadden. Schnittlauw. Kan je haar even helpen? Want ik ben... Kruidenkwark. Ja, weet ik niet. Ik werk hier pas net. Kruidenkwark. Ja, kwark met... What the fuck? Hoe doet dit? Even zelfs het magazijn werkt niet, dus we gaan naar de manager toe en we gaan vragen waar de wc's zijn. Dan moeten we er uitgestuurd worden. Hey, ik heb vandaag mijn eerste werkdag en ik weet niet waar de toiletten zijn. Dat is me niet verteld. Wat is je naam? Sian. Iline, bij welke afdeling moet je werken? Daar, hier, bij de dranken moest ik werken, hier, daar. Oh, en wat is je naam? Sian? Ja. Maar ben jij bij deze winkel, bij de vakkenvulploeg? Ja. En door wie ben jij aangenomen dan? Weet ik niet meer. Moet ik even nadenken? Nee, weet ik niet meer. Hoe bedoel je, weet ik niet meer? Vanmiddag werd ik aangenomen. Vanmiddag moest ik voor het eerst werken, zei ze. Bij deze winkel? Ja, vanmiddag om 3 uur. En dat is niet bij de kassa geweest? Of, Bij deze winkel, ja. Hier. Dat is raar, want ik doe alle aannames bij ons. En jij komt nu gewoon de winkel hier in lopen en... Ja. Of heb je bij iemand al gemeld? Nee. Ik kwam winkel in gaan lopen en ik moest naar het toilet. Ik wist niet hoe het werkte. Ik moest vandaag gewoon... Er werd vandaag verteld dat ik mijn eerste werkdag had. Met wie heb je sollicitatiegesprek? Want ik vind het even heel vaag allemaal. Met wie heb je sollicitatiegesprek gehad? Weet ik ook niet meer. Wat is jouw naam? Sien. S-I-E-N. Ja. Goed, joh. S-I-E-N. Ja. Loop achter me. Oké.
Oké, goed. Wanneer heb je een sollicitatiegesprek gehad? Een paar dagen geleden was het. Volgens mij is zaterdag. Ik werd dus mee naar boven genomen, naar een kamertje. En ik werd helemaal ondervraagd. Ik bleef voorhouden dat ik hier eigenlijk hoorde te werken. Weet ik niet meer. Man, vrouw, man. Ik laat je een foto zien. Nee, dat was een man. Heb je hier een gesprek gehad? Nee, ook niet hier. Oh, waar dan? Oh. Voor mij is het Zuid. Oh. Oh, dan ben je bij de verkeerde halflijn. Oh, dat je er eigenlijk anders aan komt. Ja, prima, ga ik er niet aan toe. Ja, maar ik zou wel even bellen. Dat is wel heel erg. Maar je moet altijd in de winkel werken waar je ook gesprek hebt gehad. Ze besloten mij de telefoon te geven om mij te laten bellen naar de andere appie. Wil je even met deze telefoon bellen? Maar natuurlijk, dan zouden ze doorhebben dat ik eigenlijk helemaal niet hier werkte. Dus ik zei, nee, bellen jullie maar op, ik ren naar die andere appie. En heb je geen jas of helemaal niks bij je? Jawel. Oké, waar heb je die neergelegd? Ja, Nee, ik ben lopend hier naartoe gekomen. Ik woon hier echt vlakbij wonen. Oké, maar zonder jas? Ja, zonder jas. Oh, oké. Ik woon echt 100 meter vandaan. Oh, oké. Goed, dan gaan we naar Zuid. Ik had het doorrennen en ja, toen gebeurde dit. Engels. Ik heb net meegemaakt.